Social T, net gespeeld tegen Hakkemaanse Boys. Al een beetje opgedroogd? Nee, het was een nat middagje, maar wel een heel nuttig middagje. Ja, wat voor wedstrijd was dit? Ja, een goede volgende stap in de voorbereiding. Het liefst heb je natuurlijk fantastische wedstrijden, dat alles lukt. Aan de andere kant zou het ook heel gek zijn als na 2 weken alles al lukt. Hakkema is denk ik qua niveau wel vergelijkbaar met vorige week. Alleen ze speelden heel goed compact, gaven weinig ruimte weg. Hadden we best wat moeite mee, zeker in de eerste helft, om toch openingen te vinden. Tegelijk heb ik ook goede aanvallen gezien, goede goals gezien. Hou je weer de nul. Dus genoeg positieve dingen, maar ook zeker genoeg dingen uit te halen om weer mee aan de slag te gaan. Zoals bijvoorbeeld een aantal counters die zij hadden? Ja, en dat heeft met 2 dingen te maken. 1 met de counter, maar ook met hoe je de bal verliest. Want als je te makkelijk ballen verliest, ja, dan ga je ook counters krijgen. Want je kan moeilijk altijd je verdediging op orde hebben staan. Je moet ook aanvallen. Dus ik ben ook wel blij met zulke momenten. Want ja, aan de ene kant leuk als je 12-0 wint en alles gaat goed. Wat moet ik dan zeggen maandag? Milan de Koe, zo net de wedstrijd tegen Hakkemaanse Boys gespeeld. Voor jou ook een speciale. Hoe ging het? Ja, in het begin was het best wel even wennen, maar ik kwam wel beter in. Dus ging wel op het eind wel beter. En je tegenstanders kende je, dus dat scheelt dan ook wel met inschatten, denk ik? Ja, ik kende ze best wel goed. Vorig jaar echt een leuk jaar met ze gehad. En het is altijd wel wat speciaal om tegen ze te spelen. En ja, dan weet je ook wel wat ze gaan doen met in de bal, uit de bal of qua posities. Dus ja, het was leuk. En een paar dagen geleden je contract getekend. Ja, hoe zijn deze dagen nu voor jou geweest? Ja, best wel een beetje druk. Ik had woensdag nog medische keuring, donderdag getekend en nou, allemaal vroeg op. Dus een beetje moe geworden en een beetje stress voor deze wedstrijd ook nog. Maar ja, best wel leuk ook. Mijn eerste profcontract getekend en daar ben ik ook best wel blij mee. Ja. Ja, dat trotse gevoel overheerst dan wel, denk ik. Ja, ik moest eerst nog wel even wennen. Nou, dat was nog niet helemaal doorgekomen bij mij, maar daarna echt wel dat ik dacht van oké, ik heb het wel echt gehaald en dat was mijn doel. Dus ja, ik ben wel blij met mezelf. De eerste 2 wedstrijden nu gehad, hoe kijk je daarop terug? Ja, ik zie vooral een groep die heel veel energie uitstraalt. Dat heb ik ook gezegd, van we willen weer een ploeg hebben die met lef speelt, die fouten maakt, die ook fouten wil en durft te maken. Maar wel de goede, ja, die Cambuur energie heeft, gas geeft. Dat heb ik wel gezien. Niet altijd goed, maar wel met goede energie. En nu op naar iets meer tegenstand. Ja, dat is ook mooi van zijn voorbereiding. Hè. Je bent als het goed is dan weer verder in fitheid, maar ook aan de bal. Met Heracles hebben we echt wel een tegenstander van niveau. Gaan we langer spelen. Dus ja, weer een mooie volgende stap. De supporters kennen jou misschien nog niet zo goed. Wat voor type speler zou je jezelf kunnen omschrijven? Ik ben een verdediger die houdt van indribbelen. Wel de risico's durft te nemen, lange ballen. En gevaarlijk met standaard situaties. Best wel goed aan de bal. Dus tussen linies zoeken en daarmee kans creëren voor ons. En om te beëindigen, te beginnen en nu weer waar het begonnen is ook. Ja, dat had ik op mijn Insta ook gezet, terug waar het begonnen is. Ik heb hier 3 jaar in de opleiding gezeten. Toen een switch gemaakt en ja, dan ben ik wel blij om hier weer terug te zijn. Ja, voelt wel goed.